4 en 4. 4 en 4 is 7. 8. Oh, en dat doe je op je telraampje. Ja. Laat eens kijken, hoe werkt dat? 4 en 4, doe maar eens. 4 en 4 is het 8. Het asielzoekerscentrum Gevenbrug gaat dicht. Heeft dat gevolgen voor de school voor eerste opvang, Marjan de Wilge, directeur van deze school? Het heeft wel wat invloed. We hebben op dit ogenblik 55 leerlingen. En daarvan komen er ongeveer 12, 13 uit Gevenbrug. Dus we zullen wel wat leerlingen gaan missen, inderdaad. Maar verder blijft de eerste opvang. Dus de kinderen die echt niet in het asielzoekerscentrum zitten, dat blijft gewoon bestaan. Ja. En wanneer vertrekken ze, die kinderen? Wij verwachten dat ze voor de kerstvakantie al vertrokken zijn. Stond het nieuws 1 maart, geloof ik. Ja. Maar wat wij zo horen van alle informatiestromen, zeg maar, is dat het al eerder gaat gebeuren. Ja. Dus op een gegeven moment gaan die kinderen weg. Wat gaan jullie eraan doen? Ja. Nou, wij weten op dit moment helemaal niets. En wij wisten ook niet dat het officieel niet dat het dicht zou gaan. We hadden wel een vermoeden. Dus we gaan even kijken wanneer de kinderen weggaan en dan gaan we gewoon goed afscheid van ze nemen. Wij hopen ook dat ze niet van de een op de andere dag vertrokken zijn. Want dat gebeurde in het verleden ook wel eens. Ja. Sandra Boukenheid, je hebt de dagelijkse leiding op de school. Gebeurt het wel eens dat kinderen van de een op de andere moment vertrokken zijn? Ja, soms komt het voor. Dan is een kind er op een gegeven moment niet meer en dan blijken ze naar het uitzendcentrum geplaatst te zijn. En dan krijgen we achteraf mail. Ja. Ja. Zonder dat ze afscheid hebben kunnen nemen van vriendjes, vriendinnetjes. Ja, de werkjes hangen nog in de klas. De boeken liggen nog in de kast. Het vak is nog gewoon vol. Hardvochtig, of niet? Ja, dat is best wel moeilijk. Ja. Ja. En daar kun je helemaal niks tegen doen? Nee, je moet het accepteren. Ja. Maar het gaat nu veranderen. Als het asielzoekerscentrum dicht gaat, hebben we ook de hoop dat het wel wat stabieler zal gaan worden. Want het geeft ook een andere beweging, asielzoekerscentrum. Daar kan Sandra nog beter iets vertellen dan ik zelf. Maar wat wij merken is dat ze inderdaad zo verdwenen zijn. Je kan geen afscheid nemen. Maar ze kwamen ook zo. Er kunnen er ook 10 op één dag binnenkomen vanuit het asielzoekerscentrum. Ja. En dat zal nu niet zo snel meer gaan gebeuren. Nee. Dat heb je wel meegemaakt? Ik heb wel meegemaakt naar een kerstvakantie dat er ineens 4, 5 nieuwe leerlingen op de stoep staan. En datzelfde ook wel naar de voorjaarsvakantie. En dan zul je als leerkracht en als school even de knop om moeten zetten. Kinderen een plekje geven en zorgen dat het gewoon goed gaat. Dat ze hun plekje zien te vinden. Ja. Ja. Wat is het onderwijs voor eerste opvang? Kun je dat uitleggen? Het onderwijs voor eerste opvang is eigenlijk heel veel Nederlands aanbieden. Nederlands leren, de taal leren en je lekker voelen. Ja, ja, ja. Hoe oud zijn de kinderen gemiddeld? Tussen de 4 en de 12. Ja. Leren ze snel? De een wel, de ander niet. Daar zit ook wel weer verschil tussen. Er zijn kinderen die in hun eigen land naar school zijn geweest. En je hebt ook kinderen van, die kunnen 12 jaar zijn met 0 onderwijs. En dat is dan toch, dat verschil merk je. Ja. Maar Jan, jij bent nu een jaar directeur van de Woldstroom. Heb je bewust gekozen voor deze functie, omdat er ook een eerste opvang aan gekoppeld is? Ja, dat klopt helemaal precies. Ja. Ik kwam hiervoor uit Rotterdam en daar had ik ook een school met 4 groepen eerste opvang. En daar was het alleen maar eerste opvang, dus geen asielzoekerscentrum eraan vast. En wij waren eigenlijk op zoek naar wat meer rust, weg uit de Randstad toch. En toen zag ik deze advertentie en het was inderdaad, dat is het. En het is echt het allerleukste onderwijs wat er is. Sander, waar komen de kinderen vandaan die nu op school zitten? Afghanistan, Cuba, Polen, Roemenië, Sudan, eigenlijk overal vandaan, Rusland, van de hele wereld. En het gaat goed met elkaar om of is er wel eens ruzietje, knokkerijtje? Ja, vooral wanneer ze de taal nog niet zo goed beheersen en ze elkaar niet snappen, dan willen ze nogal eens snel slaan. Maar verder gaat het prima met elkaar. Ja. Ja, het is echt leuk om te zien. Wat is de toekomst van deze school? Ik hoop dat we blijven groeien en dat we kinderen kunnen blijven opvangen. En dat we zo voort kunnen gaan. Ja, want jij bent natuurlijk niet voor een paar jaar naar deze contraille gekomen. Nee. Nou, de locatie Meppel heeft ook 250 leerlingen op dit ogenblik. Dus dat is ook wel een aardige grote locatie. Nee, maar ik zie gewoon hele goede bewegingen. Eerste opvang heeft natuurlijk een hele grote. Die vangt leerlingen op vanuit een hele grote regio. Er is afspraken met andere gemeentes.
Dat is een convenant met de Wolde, met Westerveld en met Steenwijkerland. Mm-hmm. Dus die scholen vanuit die regio sturen ook hun kinderen naar ons toe. Het vervoer is ook op die manier goed geregeld. Ja, en ik merk alleen maar dat het meer leerlingen worden. En wij merkten al, het was eerst asielzoekerscentrum. En de laatste jaren zijn er steeds meer kinderen eerst de opvang bijgekomen. En ook het laatste jaar hadden we het ook al dat er echt veel meer kinderen gewoon Poolse ouders hier, ouders komen hier werken, gaan hun kind op school hier. Mensen die trouwen met een Braziliaanse, die een kind uit Brazilië, die komen hier ook naartoe. Komen uit Stappers bijvoorbeeld, komen er ook aardig wat kinderen. Dus nee, ik denk dat het voor deze school zelfs meer rust zal geven en dat we nog meer kunnen werken aan de kwaliteit gewoon van de Nederlandse taal. Ja. Je leest en je ziet af en toe schijnende gevallen van kinderen die terug moeten naar het land van herkomst met vader en moeder mee. Ja. Dat maak je hier ook mee? Ja, dat maken wij hier ook mee. En dat is best moeilijk. Je hebt ouders die zelf de keuze maken om terug te gaan. Maar je hebt ook kinderen en gezinnen waarvan je denkt van, nou, als die weer terug moeten, dan weet ik niet of dat goed komt. Ja. Ja. Als we om ons heen kijken op het schoolplein, allemaal onwaarschijnlijk gelukkige kindertjes. Ja. Wat doe je nou de hele dag met ze, afgezien van Nederlands leren? Nog meer Nederlands leren? Ja. Ja. En zoals de kleuters buiten spelen, het sociaal-emotionele, rekenen. Zingen. Ook. En nog meer Nederlands leren. Ja. Het onderwijs heeft heel veel te maken van laten zien. Want je had het net over de kapstok. Nou, trek maar een jas aan, laat het maar zien. Ja. Vertel dan maar van een jas en een kapstok. En je werkt op die manier. Ze zeggen, kinderen moeten het ook 17 keer gehoord hebben een woord voordat ze daadwerkelijk opslaan, zeg maar. En dan moet het op allerlei verschillende manieren aangeboden worden. En daar, zo ontwikkel je dus het beste je woordenschat. Woordenschat is gewoon heel belangrijk, eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. Want ons doel is ook dat de kinderen gewoon uitstromen met een flink pakket aan woordenschat. En dat is gewoon voor de school die ze daarna krijgen, is het heel erg prettig als dat gewoon op orde is en in orde is. Waar kom je vandaan? Waar woon jij? Egypte. Egypte? En nu woon je in? Steenwijk. En bevalt het goed? Ja. Ja. En heb je nog broertjes en zusjes ook? Ik heb alleen 2 broers. Oh, wat gezellig. En heb je naar je zin op school? Huh? Heb je naar je zin op deze school? Ja. Jij ook? Ja. Ja, vind je het leuk hier? Ja.